Welkom mensen bij weer een gloednieuwe video. Vandaag hebben we weer eens op de programmering staan en ik ga het jullie uitleggen. Oké, nou, we beginnen natuurlijk met de warming-up. In de warming-up hebben we het ietsjes anders ingedeeld dan normaal. Normaal doe ik of iets van bloedflow buy-in of misschien buy-out. En dan 3 sets van bepaalde oefeningen. Nu zijn het 2x2 sets, dus doe je in totaal 4 sets. Oké? In de eerste 2 sets gaan we burpees plus jump squats doen, die we ook in de workout hebben gedaan. Daarna gaan we 10 box of incline push-ups doen. Dus dat betekent dat je eigenlijk push-ups doet, kan ook op een lage tafel zijn of op een stoel of 2 stoelen naast elkaar en dan ertussen uitkomen. Ja, dan kan je best wel, als je een beetje goed erover nadenkt, wel alternatief voor vinden. Ja, daar doe je 15 air squats, daar heb je alleen jezelf voor nodig. Dan gaan we naar de volgende 2 sets, dat is meer core. Dan gaan we eerst single arm plank. Nou, staat hier 2 keer single arm plank, dan doe je eerst bijvoorbeeld rechts. Doe je 20 seconden volhouden, lukt dat niet, dan ga je bijvoorbeeld bij 10 seconden stoppen. Dan pak je weer op als je maar weer die 20 seconden haalt. Daarna ga je door naar front leaning rest, 30 seconden. Moet als het goed is wel lukken. Goed uitdeel van die schouders, buikspieren aanspannen en je billen aanspannen. Daarna weer single arm plank, dus pak je de andere kant. En daarna eindigen met de reverse plank, die ik straks ook laat zien, waar het belangrijk is om goed uit te duwen van die schouders. Oké, nou dan heb je mobility. Bij mobility gaan we scapular push-ups doen, die we echt best wel vaak doen bij de mobility, want het gewoon een hele goede oefening is voor je schoudermobiliteit. Daarna gaan we naar de downward dog en upward dogs. Dat doen we dus combineren achter elkaar, laten we straks ook zien, en de calf stretch. Nou, daar heb je alleen een klein verhogingje voor nodig, kan ook bij een trap of iets anders dat hoger is dan de grond. Oké, de workout waar we mee eindigen heet hop. Four time, wat je gaat doen is steeds 1 rep minder, dus 13, 12, 11, 10 tot 1. Helemaal hier zo. Doe je hand-release push-ups, air squats en sit-ups. Met andere woorden, je doet 13 rondes en je doet er steeds eentje minder. Dus doe je 13 hand-release push-ups, 13 air squats, 13 sit-ups. Daar 12, 12, 12, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 10, 10, 10, etc. Totdat je bij de 1 bent. Nou, dan ga ik jullie nu de warming-up laten zien. Let's go! Oké, mensen, de warming-up. We beginnen met de eerste 2 sets. Daarom gaan we 3 verschillende oefeningen doen. Beginnen we met de burpees plus jump squat. Als volgt, je gaat eerst naar de grond toe. Dan ga je weer omhoog. En dan normaal spring je natuurlijk omhoog. En dan ga je nog een springen en klappen boven je hoofd. Maar nu ga je omhoog, kom je in de squat uit. Van 4. En dan klap, extra omhoog. Extend. En dan ga je weer naar onder. Pak. En daar doe je er dus 5 van. Daarna gaan we door naar de box of incline push-ups. Nou, bijvoorbeeld hier heb ik een bankje. Die gebruik ik dus even om te demonstreren voor jullie. Ga je gewoon met je handen op. Ja, hoe laag, hoe moeilijker. Vind je bijvoorbeeld zoiets te moeilijk, dan pak je iets hogers. Van hier zo. Een smalle push-up en een bovenlansje. Met je borst het bankje aanraken. En strekken. Niet te veel met je heup hangen. Kom aanspannen. Hop. En strekken. Daar doe je de 10 van. Eindig met air squats. Ga je heupbreedte staan. Omhoog met je armen. Knieën naar buiten. En zo diep als je kan. En omhoog. Vanuit je hakken. En omhoog. Dus denk ik aan. Eerst. Beetje met je heupen naar achteren. Dan doe je knieën. En omhoog. Rechtop lijn. Ja, daar doe je 15 stuks van. En daar dus 2 sets van. Oké, dan ga je nu naar de 2 volgende sets voor je romp. Wat we gaan doen, we beginnen eerst met single arm plank. Ik ga het aan met de single arm plank. Als je hem doet, ietsjes breder te staan met je voeten. Net buiten je heupbreedte ongeveer. Dan je arm hiernaast. En als je veel mogelijk recht blijven. En volhouden. Yes. Hetzelfde aan de andere kant.
20 seconden. Eerst de ene kant. Ja, daarna ga je naar de front leaning rest. Hier zo, het duwen van de schouders, handen op in je schouders, kont samenknijpen, buikspieren aanspannen en vasthouden. 30 seconden. Ja, daarna ga je weer de andere kant single arm plank, zoals ik net beide kanten voor heb gedaan, en eindig met de reverse plank. Zak op de grond, van hier zo, uitduwen van je schouders naar elkaar toe, borst omhoog, in je kont knijpen. En naar boven kijken, dat was houden. Kan zijn met je mobiliteit dat het moeilijk is om smal te pakken, dan ga je ietsje breder. Juist, en dan weer, bam, uitduwen. Dat was de warming-up mensen, nu door naar mobility. Mobility, we beginnen met de scapular push-ups die je best vaak hebt gedaan. Doe ons ook altijd voor. Wat je gaat doen, dus je kan iets breder in je schouders staan. Iets makkelijker te maken voor je mobiliteit, maar het eigenlijk steeds smaller, hè? Van hier zo, naad je met gestrekte armen je schouders rollen, alleen je schouders naar elkaar toe. En op, uitduwen. Dan rollen, uitduwen. Yes, daar doe je 10 tot 15 stuks van. Oké? Heb je dat gedaan, ga je naar de downward dog plus upward dog. Het is wijder voor mij helpt het om met mijn benen te staan. Om met je hak op de grond te komen, ga ik eerst je hoofd doorheen duwen. En vanaf hier. Met je heupen onder en je hoofd naar boven. En uitduwen. Goed voor je schouders. En dan weer terug. Hou je ongeveer 15 seconden aan, 15 seconden per positie. Ga je ongeveer 3 minuten pijn doen. Mag ook korter, mag ook langer. Maar niet meer dan 5 minuten laten gaan. Goed er doorheen duwen, dat is belangrijk. Yes, daarna calf stretch. Calf stretch heb je een verhoging nodig. Nou, ik pak bijvoorbeeld een plaat. Oké. Nou, met een plaat bijvoorbeeld. Wat je gaat doen, je gaat. Met je benen erop, het kan zijn dat één plaat niet genoeg is. Dan doe je er nog eentje op of ga je bij de trap staan, dat raad ik aan. Trap is waarschijnlijk de beste keuze die je kan maken. Van 4, ga je omhoog. Met 2, met 1, zak je rustig omlaag. Ja, ga je weer bijstappen. Omhoog. En dan met 1, zak je rustig omlaag. Ja, lukt het niet zonder. Ik raad ook aan om eventjes iets te pakken waar je aan kan vasthouden. Bijvoorbeeld een stok. Ik zou het niet thuis met een barbel doen, maar voor mij is het eventjes nu het beste om zo te laten zien. Ja, dus van hier zo, omhoog. En dan rustig zakken. 2, omhoog. En dan rustig zakken. Ja, voor mij is dit nog te laag. Dan raad ik aan, bijvoorbeeld als ik naar mezelf kijk, maar het is nu puur om het voor te doen, zou ik nog een plaat bijleggen om echt die stretch veel beter te voelen. Yes, eigenlijk zijn het gewoon calf raises met een diepe stretch, zo kan je het zien. 2 omhoog en 1 rustig zak. Oké, op naar de workout. Yes mensen, als laatste tot slot het workout. Wat we gaan doen is de 13, 12, 11... En ze door tot 1 van 3 oefeningen waarin we hand release push-ups gaan doen, air squats en sit-ups. Oké? Okay? Hand release push-ups, air squats en sit-ups hebben we allemaal wel eens besproken. Alsnog ga ik het eventjes kort met jullie doornemen. De hand release push-ups. Belangrijk bij de hand release push-ups is je maakt eigenlijk gewoon als normaal een push-up als je onder gaat. De ene wat ertussen komt, je laat met je handen los. Maar niet alleen dat doe je, je duwt je elleboog naar boven, je schouderbladen naar elkaar toe. En dan doe je ze omhoog. Zo doe je de eerste 13, 12, 11, etc. Ja, maar eerst gaan we naar de air squats. Air squats hebben we net besproken, rechtop blijven, zak, knieën naar buiten, tik, onder parallel komen, anders is er no rep, tenzij je niet anders kan. Sit-ups,
kan je gewoon kiezen om butterfly te doen. Hakken tegen elkaar, heel je voeten tegen elkaar. Raak je de grond aan. Zo. Raak je de grond aan en weer je voeten. Ja, je kan het ook kiezen om zo te doen. Kan je bijvoorbeeld je voeten onder een bank zetten of iets zwaars of tegenhoudt. Of je doet het zonder, maar dat is wel moeilijker. Doe je handen achter je hoofd en dan boven de grond gaan tikken. En dan je knieën. Ja, dat is de laatste oefening. Mensen, heel veel succes met de workout. Laat me weten hoe het ging. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later!